Er lag een pakje op me te wachten op het postkantoor. Dat moest ik ophalen. Van moeten, ja, want anders werd het teruggestuurd naar de afzender. En toen stopte het. Mijn wereld stopte met draaien. En tegelijkertijd draaide ik door. Hoe moest dat ook weer, een pakje ophalen? Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Het ging niet, alsof mijn benen pudding werden en mijn hoofd gevuld werd met een dikke mist. Het leek alsof iemand met een schaar een draadje in mijn hoofd had doorgeknipt. Praten was moeilijk, denken onmogelijk. Ik kon alleen maar op mijn knieën naar de keuken kruipen om mijn gsm van het aanrecht te nemen en de dokter te bellen. En toen werd het zwart voor mijn ogen. Weglicht, wegschaduw. Doen alsof er niks aan de hand is. Cum laude afgestudeerd. Maar als je een elastiek te hard aanspant, dan knapt die. Je kunt er dan wel een knoop in leggen om hem opnieuw te kunnen gebruiken, maar echt herstellen kun je hem niet. En dat is bij mijn lijf ook zo. Te is nooit goed, tenzij het over tevreden gaat. De zon schijnt buiten. Ik verwacht binnenkort ook weer zonnestralen in mijn hoofd. Maar nu zijn er nog wolken. Soms in de vorm van eenhoorns, soms ook niet, dan zijn het eerder draken. Ik ben dat pakje bij de post nog altijd niet gaan ophalen. Het ligt er al een maand te kamperen. Intussen is het 4 weken geleden dat het zwart werd voor mijn ogen en ik zat te huilen bij de huisarts. Het ging niet meer. Ik was zo moe. Ik wilde slapen voor altijd. De dokter wilde de 2 woorden niet uitspreken, omdat ik vast zelf wel wist waarover ze het had. Ik? Een burn-out? Goed geprobeerd. Nee, nee, het woord veerkracht is voor mij uitgevonden. En ik ben een meester in multitasken. Onvermoeibaar. Gewoon even wat rust nodig, maar in mijn hoofd is niks mis.